De titel is een bestaande film van Segundo de Gomón uit 1908 en is een van die films waaruit het idee van animatie als apart genre, aparte techniek zou ontstaan zijn. Het is eigenlijk een special effects film, een trick film, over een hotel waarin de dingen vanzelf bewegen. Een vrouw, haar haren worden gekamd zonder dat er handen aan te pas komen, een man zijn schoenen worden gepoetst. Dat was een heel genre, dat soort films, en daaruit zou dan Emile Kohl, de zogenaamde pionier van de tekenfilm, zijn idee gekregen hebben. The whole starting point for this project was to reference the film as in, with, and particularly one sequence with the comb. And so we wanted to create an object that sort of reenacted a little bit of the film, but focused very specifically on one sequence in the film. I think it was about 3 seconds of his entire film. So in a sense, it was the idea that this comb wasn't working at random. In the object here in the middle, you see both. It's like the comb is in repose, and in the film, it's with violence. Ik wou eigenlijk teruggaan naar die periode waarin animatie werd uitgevonden, waarin het hele potentieel van hier is iets waar we mee kunnen werken als kunstenaar voor het eerst eigenlijk werd aangeboord. En wat volgens mij pas de laatste 10 jaar nu door veel kunstenaars wordt aangeboord, namelijk animatie als een aparte benadering van kunst maken. Ik wou eigenlijk mij de vraag stellen van wat is animatie als het geen film is. Animatie voor film bestond al, de toverlantaarn. De finakistiscoop, de draaischijf, allerlei optisch speelgoed was ook of is nog altijd een vorm van animatie. En dus ik wou eigenlijk kijken in welke mate is animatie nu nog aanwezig als een soort principe, eerder dan als een herkenbaar genre. Mon rôle ici est de vérifier les pièces de Robert Breyer, les pièces animées. Je les vérifie techniquement en fait pour voir si tout est. Tout est OK pour l'expo parce que ce sont des pièces qui datent des années 60, 70. Het werk van Robert Breyer was een van mijn eerste keuzes. Die wou ik zeker in de tentoonstelling hebben. Omdat hij op zijn eentje eigenlijk al alles demonstreert van hoe je kunt geanimeerd denken als kunstenaar. Eerder dan alleen maar films maken. Hij heeft veel animatiefilms gemaakt. Hij heeft ook objecten gemaakt die heel traag over de vloer bewegen. Hij heeft ook tactiele objecten gemaakt die je moet animeren als een flipboekje. Dus iemand die heel erg dacht in termen van animatie, maar dat op heel veel verschillende manieren toepast. Et j'ai fabriqué aussi les dernières pièces, les dernières grandes pièces en fait qu'il a voulu réaliser, comme le mur. Donc j'ai réalisé la structure mobile, motorisée, suivant ses indications en fait. Het meest monumentale werk van de tentoonstelling is misschien ook het werk dat het minste opvalt, omdat het eigenlijk een imitatie is van de muren in een museum. Robert Breyer heeft een white cube laten maken of zegt van dit is mijn idee, ik wil een halve white cube, een L-vorm, maar die dan ook weer gemotoriseerd is, die heel traag, 1 keer per dag gaat die heen en weer over de grote zaal van het museum. Elke zaal vertelt op een andere manier eigenlijk hetzelfde verhaal van hoe breed animatie kan begrepen worden en hoeveel vormen het kan aannemen of hoe het kunstenaars kan inspireren. En een heel mooie case study is eigenlijk Anne Lee, een manga-karaktertje dat door 2 Franse kunstenaars, Philippe Parineau en Pierre Wieck, werd aangekocht van een Japans bedrijf die dit soort figuurtjes en masse produceert. En ze hebben een soort van nevenkarakter gekocht en besloten om dat karaktertje te animeren, het leven te geven, maar het ook te delen met andere kunstenaars. En ze hebben 15 collega-kunstenaars gevraagd, doe iets met deze figuur. Het is een project van in totaal een 30-tal werken geworden. Maar die zijn ook afgerond en in 2002, dus na 3 jaar, hebben de kunstenaars gezegd van
nu houden we op met Anne Lee te exploiteren en geven we haar eigenlijk haar copyright terug aan haarzelf. Nu, het werk van Anthony McCall was een grote uitdaging om te installeren. Dus je krijgt eigenlijk een sculptuur van licht en van rook waar je kan doorheen stappen. En die ook bestaat uit twee geanimeerde vormen die op de grond worden geprojecteerd. Een animatie eerder als een sculptuur, een dynamische sculptuur, dan als een platte film waar je van een begin naar een einde toe zit te kijken. Eigenlijk kwam Tuijmans niet a priori in de tentoonstelling voor, ook al heb ik eerder een paar keer met hem gewerkt. Maar ik was zeer geïntrigeerd door Tommy Simons, zijn verhaal over een maquette die hij had gemaakt op basis van een van de eerste computeranimaties van Disney. John Lasseter begon als jonge stagiair bij Disney en had de suggestie gemaakt om een korte animatiefilm te maken met het decor in 3D en enkel de personages getekend, geschilderd à la Disney. En hij is vrij snel ontslagen geworden met zijn voorstel, niet goed. Inmiddels zijn wij een hele geschiedenis verder en is zijn bedrijf Pixar heel groot geworden. Maar Tommy Simons was geïnteresseerd in wat was die maquette en hoe had hij die ruimte bedacht. Hoe zou het er eigenlijk dan in het klein echt uitzien? Hij maakte daar zelf een kunstwerk rond met foto's en met de maquette. En een van die foto's kwam in handen van Luc Tuijmans, die dat beeld dan overzette naar een schilderij, omdat hij met Disney bezig was. Hij heeft een grote tentoonstelling gemaakt rond Disney een aantal jaar geleden in New York. En suggereerde Tommy van waarom niet het schilderij van Tuijmans erbij te nemen. Dat was niet beschikbaar voor ons, maar dan heeft Tuijmans gezegd, dan maak ik wel een speciale versie, een muurschildering ervan. Dus dat was een enorm genereus gebaar. En op die manier hebben we die twee mensen, kunstenaars hun fascinatie voor de vormentaal van Disney en studie van perspectief en het animeren van een ruimte bij elkaar.